Rusland is natuurlijk op dit ogenblik een hele belangrijke economie. Je kunt zeggen dat de motor van Europa is op dit ogenblik. En dat wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de prestaties op het gebied van onderwijs en onderzoek. En met name op het gebied van onderzoek. En de koppeling die Duitsland maakt tussen zijn onderzoeksbeleid, de stabiliteit en investeringen, de omzetting van onderzoek en innovatie en dus de totale research en development uitgaven in dat land en de structuren die daarbij horen, kunnen voor Nederland een geweldig voorbeeld zijn. Daarom is het ook heel goed, hoe trots wij ook zijn op onze eigen prestaties, dat we af en toe in de spiegel kijken van een ander land. Je moet nooit denken dat je het zelf allemaal al weet. Kijk naar je buren, kijk naar je beste concurrenten en dan word je zelf beter. Er is een wereldwijde strijd om de beste techniekstudenten naar het eigen land te krijgen. Ook Nederland doet daarin mee. Maar Duitsland heeft in de afgelopen 20 jaar zo'n naam opgebouwd door heel consistent beleid dat voor technische vakken je in Duitsland moet gaan studeren. Dat zij als het ware het neusje van de zalm krijgt. En daar zouden we veel van kunnen leren. Als we naar het bedrijfsleven kijken, dan heeft het Duitse bedrijfsleven eigenlijk een andere structuur dan het Nederlandse. En dat zit niet zozeer bij de grote bedrijven, die moeten zich internationaal meten, maar het zit vooral in de kleinere familiebedrijven die eigenlijk heel veel investeren in het kennis- en innovatiesysteem als je dat vergelijkt met dezelfde Nederlandse bedrijven. Besef van het belang van wetenschap en technologie is in Duitsland iets wat breed in de bevolking gedragen wordt. En daarin onderscheidt Duitsland zich echt van Nederland en de politici begrijpen dat. En handelen daarna. Wat ik heel erg interessant vond, was dat het heel goed werd gezegd van Nederland heeft bepaalde kwaliteiten en daar moeten we ook aan vasthouden. Maar tegelijk moeten we ook kijken van wat gebeurt er nou in Duitsland en hoe kunnen we daarvan leren. Maar vooral niet ook de kwaliteiten van Nederland verliezen daarbij. Dat vond ik erg interessant en ja, gaf me een totaal nieuw inzicht. Wat ik meegekregen heb van vanavond is toch meer continuïteit. En waar ik zelf voor zou willen pleiten vanuit de NUVIC, dat we toch ook kijken naar het feit dat studenten en onderzoekers niet naar Nederland zullen komen als we ze niet ondersteunen. En dat heeft te maken met beurzen, maar dat heeft ook te maken met een klimaat waarin we ze verwelkomen. En dat is denk ik heel belangrijk en daar is Duitsland gewoon heel goed in.